De 130 teams verzamelen zich zaterdagochtend bij de drijvende bollen aan de Rijnhaven. Nog nooit deden er zoveel mensen mee aan het toernooi. Wie de grootste vissen vangt, wint de competitie. Je wil niet weten hoeveel vissen er zit. Het is echt zo mooi en er worden zulke grote, prachtige vissen gevangen. Dan wil je hier wel graag vissen. What are the hotspots here? We don't know yet the spot, so we will see. You don't want to tell me? Yeah? No, I don't know. This is secret. Waar moet je dan aan denken? Wat voor vissen? Nou, snoekbaas. Werd vorig jaar ook paling gevangen. Begin van de middag begint de wedstrijd en mogen de teams een plek uitzoeken in de stad. De omgeving rondom de hef lijkt het meest in trek. We training here yesterday, so we know it's a good place. We are must jogging here to be first, so on this place, yes. Mensen zijn blij en wat het ook heel erg leuk is, ze komen morgen allemaal 30 centimeter kleiner terug en dan hebben ze zoveel kilometers lopen. Ze is helemaal afgestoft, dat is ook leuk. It's a very, very strong concurrence here, yes. In the other side they got a fish right now. Deelnemers moeten zich om de 4 uur melden bij het checkpoint aan de Rijnhaven en mogen dan niet meer terugkeren naar hun eerdere stek. Ja, Barsch, Zander ist gut vertreten hier. Karpfen, Weißfisch. Aber wir sind zum ersten Mal heute hier auf diesem Event. Ook volgend jaar wordt het toernooi weer georganiseerd in de stad. Gezien het groeiend aantal deelnemers is de organisatie nog op zoek naar een nieuwe uitvalsbasis.